parkeeroverlast en parkeerproblemen aan. Degenen die daar komen, zeg maar, voor hun voedselpakket, staan midden in een woonwijk. Mevrouw Gendel, er zijn klachten over de voedselbank. Wat houden die klachten precies in? Nou, op de eerste plaats wil ik toch wel even noemen, niet over de voedselbank zelf. Want het is natuurlijk, hè, er zijn mensen afhankelijk van en daar zijn we absoluut niet tegen, integendeel. Wat wij wel inderdaad als storend ervaren is dat de 7 jaar dat de voedselbank nu in de Sint-Egbertuskerk gehuisvest is, dat wij als buurt wel veelvuldig wekelijks, zeg maar, sprake is van parkeeroverlast. Aanvoer van busjes regelmatig tot soms heel 's ochtends vroeg. Toch een vorm van verpaupering waarbij we van buurtbewoners signalen krijgen dat er ook gewoon winkelwagentjes bijvoorbeeld achterblijven. Ik heb hier mijn buurman staan. Hij heeft een eigen bedrijf vanuit huis. Hij heeft echt vaak problemen inderdaad. We kunnen gewoon de straten dan niet in, omdat daar gewoon tussen in de bocht auto's geparkeerd staan. Nou, afspraken hebben eigenlijk niet geleid tot echt iets blijvends. En wat we merken is dat er eigenlijk gewoon steeds meer, ook omdat de voedselbank drukker wordt, dat het eigenlijk eerder erger wordt. Waar bent u met uw klachten naartoe gegaan? Wij hebben individueel al wel eens eerder natuurlijk, hè, ofwel de woningbouw of wel eens de politie is wel benaderd. Uiteindelijk hebben we met een groepje buurtbewoners bij de stadsdeelcoördinator aangeklopt. En hoe ging het toen verder? In eerste instantie hadden we echt wel het gevoel van, nou, er wordt werk van gemaakt. We hebben toen best wel een aantal keren overleg gehad. Maar uiteindelijk zijn we daar niet samen uitgekomen. En hadden wij, omdat wij als buurtbewoners eigenlijk wel het standpunt hebben van, nou, kan er gekeken worden naar een andere locatie die zowel voor bewoners als voor medewerkers als voor bezoekers van de voedselbank gewoon meer geschikter is. He, dat is onderzocht wordt. Ik kan me voorstellen dat u met alle betrokken partijen om de tafel gaat zitten om te kijken wat is nu voor alle partijen de beste oplossing. Dat hebben we in eerste instantie bij toen de voedselbank nog niet zo lang in de kerk zat, hebben we dat ook gedaan. Er is opnieuw een overleg geweest, daar is een deel van ons bij niet aanwezig geweest. Omdat wij juist zoiets hadden van ja, maar dan wordt er weer gekeken naar afspraken die we onderling kunnen maken en blijft de situatie bij het oude.